Nou, hartstikke bedankt. Ik ben zeer verheugd dat ik vanavond hier aanwezig mocht zijn, want het is toch wel een bijzondere avond, zo'n afscheidswedstrijd. En ja, voetbal is gewoon een prachtige sport. En ja, Peter die sloot straks zijn betoog af en nu allemaal aan het bier. En toen moest ik opeens denken, je had vroeger in de Achterhoek een conferencier, die heette Rudolf Sluier, misschien heb je nog nooit van gehoord. En die vertelde ook altijd over zijn sportcarrière. En die zei, ja, ik ben begonnen met langlaufen, maar ja, het kwam erop neer dat het lang zouven werd. En ik was meer aan de latten dan op de latten, zei hij dus. En toen zegt hij, toen ben ik geswitcht van sport. Toen heb ik een off-the-road machine gekocht, maar die heb ik heel snel weer weggedaan, want het ding was niet op de weg te houden, zei hij. En aansluitend is hij toen maar honden gaan fokken, zei hij. Ik ben begonnen met twee honden. Ik had een Ierse spetter en een Black & Decker. En die blekte van voren en die dekte van achter. Goed, en om zijn verhaal af te maken, hij zei, de sport werd helemaal niks. Toen ben ik maar machinist bij de spoorwegen geworden. Hij zegt, maar dan word je niet zomaar, want je moet examen doen en je moet afrijden. Hij zegt, ben ik eerst nog twee keer gezakt. De eerste keer bij het keren op de rails. En de tweede keer had ik geen voorrang verleend aan de munitietrein. Hij zegt, het leek wel nieuwjaar. Maar goed, dat even terzijde. Maar nu moest ik ook nog een stukje schrijven over deze jongens. En je zou ze bijna ideale schoonzonen kunnen noemen, want ja, het zijn toch allemaal hele nette, fatsoenlijke jongens. Ja, Patrick op het randje zou ik bijna zeggen. Maar de rest kun je toch wel als zodanig kwalificeren. Goed, ik heb gewoon een paar simpele dingetjes op papier gezet en ik begin met Marco. Steunpilaren zijn veelal statisch. En ze dragen zware lasten, maar zijn betrouwbaar. En niemand verwacht dat ze bezwijken en het bouwwerk laten vallen. Nou, Marco was zo'n dragende zaal. Verrassend dynamisch in het spel. Hij had meestal de laatste linie als woonadres, maar dook ook vaak op in het offensief. Zijn verschijnen oogt zo flegmatiek, zo koel, beheerst en berekend. Maar onder die verpakking stroomt het bloed als lava en loopt de druk soms vervaarlijk op. De onvoorspelbare vulkaan mag dan vredig lijken. Grommend, brommend en pruttelend bouwt onderhuids de eruptie op. En dan kan de trainer maar beter zwijgen en overdenken waar Marco's schoenen wringen. Op de Eendracht begon de victorie. En in de bloeiperiode pronkte hij op de wildzang. En zijn Waterloo vond hij in Horst. En nu treedt hij af, de oude voetbalvorst. En nu ik hem hier zo op zijn gemak zie, denken we terug aan menige actie. Hoe hij het hele veld overstak. Zo op zijn gemak, als ware het een zebrapad. Hij krijgt nu het predicaat zeer verdienstelijk opgeplakt. En hiermee eindigt zijn contract. Je mag hem meenemen, Marco. Graag gedaan, hoor. En de volgende is Giel-Jan. Ja, dan moet ik even vooraf wat bekennen. Want nou ja, Giel-Jan heeft natuurlijk een fantastische carrière, niet alleen bij Nunsit, maar daarvoor. En dan ga je onwillekeurig de lat heel hoog leggen. Maar misschien ook, dat is niet realistisch. Maar dat gebeurt dan toch. En die fout heb ik ook wel eens gemaakt. En ik begin dan ook gedichten om daar mijn excuus voor te maken. Een dichter ging enorm de mist in toen hij rijmde op de naam Giel-Jan Tissing. Hij schreef, geheel onterecht, zelfs verdorven en heel slecht, dat er bij hem wel eens wat misging. Hij liet dit jaar elke kritikaster steeds in grote verwondering achter. Gaf in zijn laatste zoen
elke tegenstander van Katoen. Hij schopte, kopte en gleed nog als een jong geulen. Steeds als hij er moest zijn, stopte hij de ballen op de lijn. En dan maar weer naar voren zeulen. Ja, niet met de snelheid van een hoge snelheidstrein, maar hij kwam op tijd waar hij moest zijn. Ook op de doelpuntenlijst schreef hij zijn naam. Hij maakte Nunspeet net geen kampioen, maar veel meer kon hij er niet aan doen. Nee, Gillian treft geen enkele blaam. Er komt nu een punt achter zijn carrière. De doelman achter hem gaat hem zeker missen. Gillian hielp menige doelman uit de misère. En zonder hem wordt het waarschijnlijk net iets vaker vissen. Na een rondgang over de Nederlandse velden kreeg hij nu een ereplaats tussen de Nunspeetse voetbalhelden. Patrick is het volgende slachtoffer. Op de poort van het sportpark klopte eens een ventje en iedereen zei, dat is een talentje. Met bravoure en behendigheid in zijn ransel stapte hij het strijdperk binnen en hij speelde uitsluitend om te winnen. Honderden keren binnen de lijnen, met gebaartjes en driftig spel, liet in de gehele regio de netten veelvuldig trillen met een venijnig schot naar een gewonnen duel. Hij maakte ook wel eens een foutje, maar nergens op het veld. Toch sloeg hij zijn grootste flater toen hij vertrok richting het IJsselwater. Tijdig gebruikte hij zijn verstand en keerde terug naar het blauwgele Veluwezand. Met hier en daar wat ellebogenwerk werd de basisplaats weer zijn handelsmerk. Maar de jaren knopen in zijn knietjes en de trainer gaf hem een ereplek als dank. Zat tijdens de regen steeds vaak heerlijk droog onder het dak van de reservebank. Toch bleef hij wel zijn meters maken. Hij werd expert in warmlopen langs de lijn. Met hier en daar al een afscheidswoordje voor de aanhang. En zo verliep zijn laatste termijn. Gaat nu furoren maken als oud-gediende tussen allemaal makkers, kreupel, doof of slechtziende. We gaan zien wat het daar wordt. In elk geval houden ze het gras lekker kort. Nou dan, als laatste Peter. Hij leek maar niet weg te krijgen. Waar de trainer hem ook plantte, overal wist hij wel weer van wanten. Over zijn grote rol viel niet te zwijgen. Hij had wel een draaicirkel van een olietanker en een rug van schokbeton. Voor techniek ruime voldoende. En zijn benen waren gespierd en sterk, maar deed toch het meeste met zijn achterwerk. Probeer daar maar eens achterweg te draaien. Dat kost veel kracht en een zee van tijd. En dan ook nog met zijn armen zwaaien. Geen tegenstander was erop voorbereid. Dan opeens was hij vertrokken naar het vijandelijke doel. Dan was hij niet meer te stoppen met dat schurkachtige lachje op zijn smoel en de vuurkracht in zijn noppen. Zo hield hij Nunspeet steeds in het zadel, steeds voorop in elke wedstrijd. Als een generaal, ja zelfs van adel, kende geen angst of vermoeidheid. Na al die tijden kroop de slijtage in zijn gestel. Hij schoof steeds verder naar de eindstreep. En uiteindelijk begreep hij het ook wel. Kon wel leven met de finale ingreep. Maar er kwam nog één promotie aan voor deze statige veteraan. Laat hij in wijsheid oud worden bij de TC. Daar heeft iedereen vrede mee. Op die plek berokkent hij geen schade. Zoekt overal in stad en land. Vindt een spelertje achter een kast of in een lade. Een topper of een miskoop is soms te buit. Maar ach, wie niet presteert, wil Peter er zo weer uit.
Ja, oké. Kees, bedankt voor je mooie woorden. Jongens, hier willen we echt het officiële gedeelte afsluiten, want het is me veel te warm. Ik heb het zweet op de rug en ik heb nog bijna niks gedronken. En ik heb het heel gekeerd. Mensen, allemaal bedankt en nog één applaus voor deze heren.